Ja, en dan kijk ik ook zien welke krant het ook alweer was. Even koekeloeren. Honderden extra coronadoden in Nederland. Van het AD. Ja, van het AD. We hebben een punkie. We hebben een punkie. Zwam overend. Van de regen en het afdrogen. Ja. Hé? Ja, punkie, punkie, hè? Oh, godje. Zo nat van de regen. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds woensdag, ja, klopt, woensdag, ja. De derde van de vierde 2024 en we leven alweer reeds om 3:50. Het is al laat, ik weet dat ik jullie erbij haal, kan er niks aan doen, maar... Je hebt van die dagen, dan ben je niet vooruit te branden en je markeert van alles. Ja, ik ben niet de enige zoals Chris Gehal had aangegeven. En vandaag ook, dat stond er ook weer, pak een beetje tussen 7 en 8 uur vanochtend vroeg. Al stonden er al een paar te kwekken. Voel jij je ook zo beroerd? Ik blijf dan op je nek liggen als je beroerd bent. Ja. Gosje, dikke, dat is iets dat ik zo min tegen. Als je niet in orde bent, blijf dan liggen. Dat doe ik ook. Daarom ben ik ook zo laat. Maar zit de zon hier aan te kwekken. Nee, hier aan wel dicht, maar je hoort het toch. En ik heb wel dubbel glas, ja. Maar dan kwekken ze waarschijnlijk hard. Maar in ieder geval, ja, ik voel me ook zo beroerd. Zo'n hoofdpijn en misselijk ervan. En ja, lieve mensen, word wakker. Dat komt door die chemtrails en door die bewolking, want dat je het ook vergeet, want het wordt ook allemaal gemaakt. Wij moeten. D-O-O-D. Ja. Ja, hè? Mensen hier. Ja. Ze hebben liever robots voor hun dan wat anders. Ja, we mogen ook geen liefde voelen. Nee, maar ja, er zijn ook al... ja, dat is ook al weer bewezen, omdat het heeft in de gewone krant al gestaan. Ik zal wat opzoeken ook. Ja, en dan kijk ik ook zien welke krant het ook alweer was. Even koekeloeren. Honderden extra coronadoden in Nederland. Van het AD. Ja, van het AD. Ik hoop dat jullie het zien. Ja, honderden extra coronadoden in Nederland. Door slecht luchtkwaliteit. Door vuile lucht zijn mogelijk honderden mensen extra overleden aan het coronavirus. Mensen die in de gebieden met slechte luchtkwaliteit woonden, liepen een groter risico na besmetting te overlijden. Onderzoekers gingen hier al van uit, maar een nieuwe studie van onder meer het RIVM bevestigde dit. Dus ja, zie je... Wakker worden. Word wakker. Zoals Rotterdam. Nou, daar hangt ook vuile lucht. Dat weet iedereen. Ik moet niezen. Koekjes, hè jongens. Koekjes. Nou, Karin, je koekjes komen eraan, meid. Moeder Maria. Goeie genade. Nou, blijf weg, niesbui. Ja... Waar is mijn closetpapier? Daar. Halen we er weer even wat af en dan gaan we even buiten beeld toch mijn neus even snuiten, anders blijf ik niet zo. Ja. En dat moet maar niet. Nee. Oh, ja.
moeder Maria. Ja, echt waar. En die verkouden zijn niks, hè? Maar ik weet het wel. Ik kreeg even mijn eigen geurtje in mijn neus. En ja, dan wil dat wel eens. Zo, ja, maar in ieder geval. We hadden Rotterdam, die grote, grotere steden waar die fabrieken staan en alles. Ja. Daar heb je meer stankoverlast en heel veel meer auto's. Maar niet alleen nog de auto's, hè. Windmolens, stootvergif uit. Wat je op je dak hebt liggen, die zonnepanelen, stootvergif uit. Dan kan je wel zeggen, je bent gek. Ja, ik ben ook gek. Goed en knap, zeg ik dan. Ja, ben ik even blij. Maar het is gewoon, jullie moeten allemaal wakker worden en opstaan. En er tegen ingaan. Ja, dat moeten we met z'n allen doen. Net zoals wat er ook in Frankrijk al reeds is gebeurd. En misschien doen ze dat nog wel. Ik heb trouwens nog iets bizars gezien op TikTok. Ik denk, hoe kan dat? Hoe bestaat dat? Ik ga hem even opzoeken. Want ik had er een foto van gemaakt. Dat was namelijk live en dan kun je het wel gaan delen. Maar kijk goed en huiver. Dat gebouw, die flat, wat het ook een wezen kantorengebouw weet ik veel. Het kan een flat zijn, het kan een kantoren wezen, maar er brandt licht in nog steeds. Terwijl dat ding scheef staat. Hoe dan? Kranen erbij. De boel is afgezet. Ik heb even staan te luisteren, maar het was een taal die ik dus niet kon, hè? Nee. B-A-G-I-A-N. H-U-A-L-I-E-N M-N-M-E-N-G-A Barkan. Ja. Putu Kelut. Kelut, weet ik veel. Nou ja, dat kennen jullie onderin lezen. En anders zet je de film maar een pauze, kun je het ook lezen. Ja. Dus ja, ik vond het zo bizar. Ik denk, hoe dan? Nou ja, nee, het licht zal wel uit zijn, maar het zal wel het licht van beneden wezen. Dat het er in die ramen weer kaart. Dat geloof ik eerder. Maar hoe dan? Zo, en een kraan erbij. Ja, echt bizar. Nou, het zal wel mij leren. Maar in ieder geval, dat dus. Maar, oké, lieve vrienden, ik ga met mijn meisjes uit. En ja, kijk, ik hoop dat mijn hoofdpijn dan zakken gaat. Begint het nog te weer te regenen ook. Hoe dan? Hoe dan? Even koeken. Nou ja, daar word je amper nat van. Even mijn andere erbij pakken. Twee kleine heuveltjes. Nou, daar word je amper nat van, zeg. Kanon, dan ga ik gewoon doorheen. Oh ja, en ik heb de salontafel alweer paarsvrij. Ja, boven aan de lamp hangt nog wel, maar... Ik denk, dan is dat weer opgeruimd. Leg nou op de eettafel, want ik moet de doosjes van de bovenkast af hebben van de keuken. Ja. Dus dat komt wel goed. Ik ga weer langzamerhand opruimen, want... En die takken gaan weg, want die zijn zwart geworden, de meeste. Hoe dan? Zwart. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Dat had ik vorig jaar met die andere takken niet. En die kwamen gewoon ja, bij de supermarkt vandaan. En nou heb ik verdorie takken bij de bloemist vandaan. En die worden zwart. Ik heb er niks van. Zonder mij leggen, ik weet het niet. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Dan gaan wij de regen in, ja. Yeah.
Ik weet niet of jullie ook de regen nog in moeten. Ik had eigenlijk nog wel naar de DA gaan moeten, maar ik heb net zoveel zin als een dief in het hangen. Ja. Ik moet eventjes, het tablet ophalen als je de diarree krijgt. Dus ik zeg altijd Norit, maar dat schijnt nog weer beter te zijn. Ja, ik ben Norit gewend. De ouderwetse middel. Ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet en geniet een beetje mee. Tot later. We hebben een punkie, we hebben een punkie. Het is allemaal overeind. Van de regen en het afdrogen. Ja. Hè? Ja, punkie, punkie, hè? Oh, godje. Zo nat van de regen. Het regent, schat. Ja, je mag van mij eruit, maar het regent. De deur weer dicht, hoor. Nee, Rijka. Rijka, kom. Rijka. Ja, ze is al, hij is al binnen. Dan blijf je ook binnen nu. Ja, weg. Kom op, Rijka. Luister. Ik kan of je krijgt snoepjes. Moet jij ook nog afgedroogd worden? Moet jij ook nog afgedroogd worden? Hé, moet jij ook nog afgedroogd worden, schat? Moet jij ook nog afgedroogd worden? Ja, moet jij ook nog afgedroogd worden? 1, 2. Hoppata. En toen was wel Elwing weg. Oh, Elwing is weg. Oh, lekkere kind. Ja. Naar het hoofdje, hè? Ja, oh, godje. Ja, zo, hè? Gaan we die weer opvouwen? Gaat die op de kachel? Hé, ja. Is toch een oude handel. Er zit zelfs haar verder in. Ha! Ach ja. Lachen. Ja. Is al zo'n ouwe. Hè? Een handdoek had je nu al, zeg maar. Even uitschudden. Ook goed. Hè? Even uitschudden. Ook goed, hè, kind? Ja. Ik kan dan veel snoepjes, die staan daar. Ja. Ik zal mijn loopbep ook even verder weer uitdoen. Hè? Danietje? Ja. Ik ga koffie maken, meentje. Want... Ja, ik ga koffie maken. Zo. Hij staat nou een beetje te ver naar voren, maar ja, komt ook wel weer goed. Ik ga koffie maken, want ik heb zin in een bakkie koffie. Dan kan ik jullie gelijk goed zetten. Zo, koffie. Aha. Jeetje, Mina. Ja, er kwam even een pleinsbui naar beneden. Wel een kleine bui, maar een pleinsbui. Ja. Dus ja, dat dus. Maar ja, wij gaan lekker aan een bakje koffie. En geniet verder van jullie namiddag. Want dat is het al reeds. Het is 16:59 en om 5:00 gaat het meestal in. Ja, namiddag. Zo, mijn handdoek weer voor Kandalf. En voor de rest, ik heb altijd een handdoek op schoot. Ja. En dus. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen. En geniet gewoon weer een beetje mee. Doei! Ja, lieve vrienden, we zijn weer bij elkaar om even afscheid van deze dag te gaan nemen. En lekker een bedje toe te gaan. En ja, dat ik zou zeggen, lieve vrienden. Welterusten en slaap lekker. En mooie dromen uiteraard. En ook natuurlijk weer gezond uit je bed zien te komen. Nou, ik hoop van ganse harte voor jullie. Met mooie, nou, mooie dromen gehad te hebben. Ja, want anders dan heeft er niks aan. Ook hoop ik dat jullie allemaal natuurlijk gezond eruit komen.
En degenen die werken moeten, nou ja, werken ze. Je hebt natuurlijk ook mensen die hebben vakantie, nou ja, veel plezier. De jeugdigen onder ons, die naar school moeten, nou ja, ook goed leren, goed je best doen, dan kom je er wel. En ja, jullie weten het ook allemaal. God, die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!